Som 51 uit de HAVO-VWO-boek. Hier heb je en dubbele tekens en nog eens een langere som. Dus hier moet je heel goed opletten hoe het zit met de dubbele tekens. En hou er ook rekening mee dat wat tussen de haken staat, dat dat eerst moet. En dan ontstaat er soms een minnetje. Kijk, hier zie je het gebeuren. 3 min 5 is min 2. Dan moet je dat minnetje wel opschrijven. Want min 8 plus min 2, dat wordt min 8 min 2. Ik ga het gewoon laten zien. Dat is denk ik het makkelijkste. Ik ga het gewoon laten zien. We beginnen met som A. En altijd overnemen. Dus je krijgt min 5 plus min 4. En neem goed de ruimte. Schrijf niet helemaal zo priegelig op elkaar. En laat heel veel ruimte ook tussen de regels vallen. Daar gaan we. Deze. Zo. Plus min, dat is hetzelfde als min. Dit moet je van mij, maar mijn collega's zullen dat niet verplichten. Wat ze wel verplichten is, en zorg wel, dus als je dit, zeker als je dit doet, dat je echt regels overslaat. Plus 13 is gelijk aan. Nu moet je eerst, je werkt nu van links naar rechts. Dus we doen eerst min 5 en half 4. Je hebt de 5 tekort, we gaan naar beneden, hè, want het is een min, dus we zakken er nog eens 4. Dus dit is min 9 plus 13. En dat is ook hoe je steeds werkt met opschrijven. Je doet de eerste som. Die reken je uit en daarna neem je de rest wat er nog staat, de voor of de achter, neem je over. In dit geval eigenlijk altijd wat er achter staat. Min 9 plus 13. Je gaat niet verder naar beneden. Dus het is niet min 22. Wat is dit wel? Je hebt een 9 tekort, je gaat 13 omhoog. Dus je hebt er 9 tekort. We gaan er 13 omhoog. Dan kom ik dus uit op 4. Dus min 9 plus 13 is gelijk aan 4. Dan gaan we naar vraag B. Dat is leuk ook weer. 11 plus min 11 plus min 12. En misschien zie je meteen dat het min 12 wordt, maar je moet helaas wel met die dubbele tekens doen. Je mag wel dit in één keer zo doen. En dan schrijf je hem in één keer netjes op en neem genoeg de ruimte. Zo. Nu moet je eerst 11 min 11 doen. En 11 min 11 is gelijk aan 0. En dan krijg je dus 0 eraf 12 en 0 eraf 12 is min 12. Dus het antwoord op B is min 12. Dan gaan we naar som C. Min 6 plus min 4 plus min 1 is gelijk aan. Dan gaan we eerst de dubbele tekens omcirkelen. En die vervangen we. Dit wordt een min en dit wordt een min. Dan krijg je dus min 6 eraf 4. Ik heb nu al te dicht op elkaar geschreven. Zie je, dan is dat slechter te zien. Ik kan die even laten zakken, dan snappen jullie wat ik bedoel. Oeps, zo. Kijk, als ik deze stukje naar beneden laat zakken, dan moet ik alles laten zakken natuurlijk, dan is het al overzichtelijker. Zie je het effect? En dan gaan we dus min 6, min 4. Ik heb een 6 tekort. Ik ga er nog eens 4 naar beneden, dus dan kom ik uit op min 10. En daar moet ik nog eens 1 van afhalen. En dan kom ik dus uit op min 11. We blijven zakken. We beginnen op min 6. We zakken 4. En dan zakken we er nog eens eentje. Dus het is min 11. D, die gaat vaak fout. Ik zal laten zien wat er vaak misgaat. Min 7 plus, en dan haak je openen, 9 min 13 is gelijk aan. Je moet eerst natuurlijk doen wat er tussen de haken staat. Tussen de haken, 9 eraf 13, is min 4. Let op dat je dit precies zo eronder schrijft. Vergeet die min niet. En dan krijg je dus min 7 plus min 4. Ja, maar van die plus min, daar moet je van mij een min van maken. Ja, van heel de wereld moet je daar een min van maken. Dus dan krijg je min 7 eraf 4. En dat is ook min 11. Dus je neemt hem eerst over. En bedenk dan dat je moet doen wat tussen de haken staat. Dat moet je eerst doen. Die hoef je niet om cirkel, hoor. Daar heb ik even voor de uitleg gedaan. Dat is min 4, dus let op dat je die min wel opschrijft. En dan ontstaat een dubbele teken, even omcirkelen en een minnetje bij maken. En dan krijg je min 7 en af 4 is min 11. Neem de ruimte ertussen. Dan gaan we naar vraag D. Is leuk. Nou, ik vind ze allemaal wel leuk, eigenlijk. Ik vind als de getallen een beetje lekker zijn, dan vind ik het is gewoon een heel gezellig klusje dit, hè. 9 plus min 7 is gelijk aan. Eerst dubbele tekens weg. Hoppa, daar gaan ze. Min. Wel eventjes goed overnemen dan. Oh, er staat op stift. 2. En neem echt de ruimte.
En 9 min 7 moet je nu opschrijven, want we hebben de dubbele tekens eerst weggewerkt. Nu gaan we 9 min 7 doen. Ja, 9 min 7, dat is gewoon 2. Dus hier krijg je 2 min 2 en dat is gelijk aan 0. Als je van 2 precies 2 afhaalt, kom je uit op de 0. En dan tot slot som f. Min 3 plus 13 plus min 25 is gelijk aan. Nou, dan moet je eerst deze uitrekenen. Maar is daar nog een dubbele teken in? Dus dat mag je niet meteen doen. Dan moet je eerst dit vervangen en dan moet je hem overschrijven weer. Dan krijg je min 3 en neem weer de ruimte. 13 min 25, haakje sluiten, is. Kijk, het boek moet dat ook. Hè? Het boek moet je dat ook als tussenstap doen. Nou, dan krijg je nu dus 13 eraf 25 en 13 min 25. Je hebt een 13, haal ik er 25 vanaf, dan heb ik er 12 tekort. Dus dit is min 12. En dan neem je over wat er voor en erachter staat. Nu ontstaan er weer dubbele tekens. En dat gaan jullie niet fijn vinden, maar jullie zullen toch echt dan hier weer tussenstap op moeten schrijven. Sorry. Dus dan krijg je hier deze plus min. Dat wordt een min. En daarom zie je dat het niet handig is dat ik het kleiner heb gemaakt. Want nu moet ik hier gaan priegelen. Daar moet je dus echt veel ertussen nemen. En dan krijg je dus min 3 eraf. 12. En dat wordt min 15. Dat was hem. En sorry voor de tussenstappen, maar het moet. Het is ook voor jullie leerproces beter, hoor. Het is niet de beste. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!